weer heel wat werk verzet. We hadden de gemeenteraadsverkiezingen. Jullie weten allemaal dat met name Valentijn en Evelien zich hebben ingezet om de politieke partijen op een goed spoor te zetten wat betreft een verbetering van de inspraak. Daar hebben we samen met vele andere organisaties in Den Haag toch wel, denk ik, een hele goede stap gezet. Het krijgt nog een vervolg. De nieuwe inspraakverordening die komt dit jaar in de gemeenteraad. En daar hebben we weer, onder leiding van René deze keer, met vijf andere stedelijke organisaties hebben we ook commentaar geleverd op de conceptverordening.